Maand september werden in Dordrecht twee gewelddadige overvallen gepleegd. Eén aan de Visserstraat en één aan de Viottakade. Het slachtoffer van de Visserstraat wil anoniem zijn verhaal doen bij Rijnmond. Op 11 september maakte hij een avondwandeling samen met een ander. En rond 10:30 passeerden twee fietsers. Ze reden gewoon rond, keken om zich heen, je werd gewoon gescand. En ik voelde toen al, dat klopt niet. En een stukje verderop zette ze een fiets op de stoep neer en stapte af. En toen wist ik al gelijk van ja, dit is kassa. Dit wordt hem. De twee daders hebben een mes bij zich. Er wordt geprobeerd te steken. Ze willen geld zien. Het slachtoffer wordt hard op zijn hoofd geslagen. En toen dacht ik op dat moment serieus van nou, ik ga knock-out. Hij steekt me dadelijk nog 5 keer in mijn rug. En ik zie dadelijk Petrus bij de hemelpoort. En ik had zoiets, dit is hem. Maar instinctief gaat de slachtoffer in de tegenaanval. De twee overvallers rennen weg. De dader met het mes is toen snel gevlucht. Daarna ben ik gelijk op die andere persoon afgegaan. Ik denk, ja, wat heeft hij bij zich? En daar hebben ze ook een worsteling mee geweest. En die is toen ook weggerend. En daarna hebben we de politie gebeld. Heeft het jou veranderd? Helaas wel. Ik heb alles van stressklachten, spanningen, huilbuien, nare herinneringen, straatfeest. Klinkt nu misschien vrij rustig, maar van binnen ben ik gewoon eigenlijk heel angstig. Dit is echt doodsangst. Deze gasten moeten gewoon weg. En of dat dan naar een ander oord is of in de gevangenis, dat laat ik aan de rechter over. Als de daders gepakt worden, helpt jou dat? Het zal mij helpen. Ik ben ook wel benieuwd naar het verhaal van de jongens zelf. Even losstaand van mijn geloof, is het wel de bedoeling dat je op een gegeven moment die mensen ook op een andere manier bekijkt. Van joh, ik vergeef het je. Maar dat wil niet zeggen dat ze hun straf dan dienen te ontlopen. Maar dit soort dingen, dat doe je gewoon niet. Klaar.